Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Zoals jullie zien heb ik een nieuwe bureaustoel. En ja, nu zit ik veel hoger. Hebben jullie al gezien in mijn vorige video? Maar goed. Eigenlijk had ik dingen moeten opschrijven voordat ik dit ging doen. Maar goed. Kon nog wel. In ieder geval, ga vandaag weer naar Heidewoud. Dus ik zie jullie later. Zie jullie zo, Rhino's. Zo, dus ik zit in het midden van de Heidewouddag. Weten jullie nog dat ik jurylid wou worden bij onze Got Talent? Nou, ik ben bang dat niet meer door kan gaan. Ze hebben me vanmiddag verteld dat Holland... Ik begin al dat geblerf van die cliënten beu te worden. Maar goed, zoals ik al zei. Dat gaat dus niet door, want ze hebben me vanmiddag verteld. Dat Angela Groot huizen voor Gordon in de plaats komt. En daar baal ik wel eventjes van. Want ik had zelf graag Gordon's plek ingenomen. Jullie hebben geen idee hoe rot ik dat vind. Jullie hebben er echt geen idee van. Ik weet nu niet welk BN'er pad ik nu moet bewandelen. Zal ik ooit BN'er worden of niet? Dat blijft maar de vraag, Rhino's. Ik weet niet of ik er wat op kan bedenken, maar misschien weten jullie wat. Ik kan natuurlijk altijd verder gaan als deelnemer bij Got Talent. Maar dan moet ik heel veel oefenen. In het nieuwe seizoen kan ieder moment van start gaan. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen, Rhino's. Help me alsjeblieft met dit dilemma. Ik zou het erg op prijs stellen. Zo, daar ben ik weer. En ik ben opgevrolijkt een paar uurtjes terug. Zien jullie deze grote container? Ik weet niet wat erin zit. Eens kijken. Sorry, op slot. Maar goed. Even in het rookhok staan. Er ook niet iemand. Dus ik kan even. Nu ik weer vrolijk ben en mijn zelfvertrouwen weer wat terug heb. Waarom begin ik niet zelf een tv-show? Ik dacht er wel bij zo van. Het moet iets origineels zijn, iets nieuws, iets vers. Iets dat nog nooit gedaan is. Ik heb even de tijd nodig om dat te bedenken. En ondertussen bereid ik ook nog een Team Cockroach American Idol voor.
Wat daar? Het zit er alweer op voor de heidewouwdag. Ja. Ik weet nog wel een paar gespreksonderwerpen. Bijvoorbeeld bij de Formule 1 huldiging ging van Lewis Hamilton kwam Elton John opdagen in trainingspak. Dat is best grappig, vind ik. Misschien niet helemaal zijn stijl, maar wel grappig. Ja. Verder nog wat. Oh ja. Ze willen vuurwerk ook verbieden. Volgens een goede vriend van me. Huh? Wie is dat? Oké. Het is een bus voor iemand anders. Goed. Zoals ik al zei, ze willen vuurwerk dus verbieden volgens een vriend genaamd Olaf Moes. Ik begrijp het wel. Want je hebt van die hufters die het veel te vroeg afsteken. Heel irritant is dat. Maar ja, niks aan te veranderen. Ja, nu val ik alweer stil. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zoals mijn moeder zei, ik moet mijn gespreksonderwerp opschrijven. Trouwens, boom, je bent zwanger van heroïne. Nee hoor, grapje. Omdat ik zo weinig beeldmateriaal heb, vlog... Oh, sorry. Vlog ik thuis nog even verder. Ik zie jullie thuis weer aan, Oos. El Ater. Zo, ik ben alweer een tijdje thuis. En ik dacht, ik ga weer even vloggen. Want ik heb op weg naar Heidewoud zo weinig tijd gehad om te vloggen. Dat ik bijna geen beeldmateriaal heb. Daarom vlog ik nog maar wat thuis. Ja hoor, heb je haar weer. In ieder geval, vanmiddag was, zoals ik al heb gezegd, ik ga proberen mijn eigen televisieprogramma te bedenken. Iets origineels, uiteraard. Ik ga mijn best doen om wat te maken, Rijno's. Ik ga er ook een Kickstarter campagne voor opstarten. Een Kickstarter is de beste manier om een show zonder budget te funderen, dacht ik zo. In ieder geval, dat was het even. Tot zo. Zien jullie de maan? Ik weet niet zeker of hij vol is. Maar dat boeit me ook even geen ene flikker op dit moment. Hier even uitzoomen.
Hutje. Zo. Ik dacht, ik verzamel even wat meer beeldmateriaal. Zo wordt de vlog nog wat interessant. Mijn ouders vertelden me net dat er in, Groningen een vrachtwagen met suikerbiet is omgevallen. Die best. Maar ja, vrachtwagenongelukken komen heel veel voor. Kun je weinig aan doen. Hey. Dat is de buurman. In ieder geval, ja, dat is er dus gebeurd. Ik weet nog steeds niet of ik een tv-show kan bedenken. Ik weet nog even geen idee, in ieder geval. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Misschien hebben mijn ouders een idee. We zien wel. In ieder geval, voordat ik naar bed ga, maak ik nog een laatste opname. Tot dan. Zo, hier was ik weer. Ik vind het zo jammer dat Angela Groothuis me voor was als jurylid bij onze Got Talent. En nu zit ik een beetje in een BN'er-dip. Want weet je, het probleem met mij is dat ik zo ongeduldig ben. En ik wil graag heel snel, en ik wil graag snel BN'er worden. Maar ja, dat is heel moeilijk. Zal ik ooit BN'er worden? Ik weet het echt niet. Ik kan in ieder geval nu wel wat troost gebruiken. In ieder geval, dat was de vlog voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het fijn. Want momenteel vind ik het niet zo fijn. Als jullie het fijn vinden, dan vind ik het ook fijn. In ieder geval, dat was het. La. Laat even een reactie achter. Geef even een duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.